Al meer dan 5 jaar maak ik geocache video's die ik met jullie deel. Mijn geocache avonturen neem ik jullie heel graag mee. Ik heb jullie meegenomen al naar prachtige plekken. Ik heb jullie meegenomen naar lost places. Ik heb jullie meegenomen op prachtige wandelingen. Ik heb de geweldigste gadget caches samen met jullie gevonden. En ook nu weer zijn we in een prachtig gebied. We zijn in een klein stukje bos. En als het goed is, ligt hier vlakbij wederom een hele leuke gadget cache. Ik ben heel benieuwd. Deze stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. En ik moet even zoeken, want hij moet hier ergens in de buurt liggen. Ik weet niet zeker of het een box is aan een boom. Of dat hij toch in de grond ligt ergens. Oh, kijk. Kijk eens even. Daar. Daar in de verte zie ik die groene box hangen met een camouflage net eroverheen. Oh, dit belooft heel wat, jongens. Kijk, daar hangt hij, de box. Heerlijk, lekker rustig, geen pottenkijkers. We kunnen aan de slag. Hier kun je hem openmaken, zo te zien. Shell 2019. Oh, ik ben benieuwd. Daar zit hij. Het doet me wel denken aan een eerdere cache waar ik jullie heb meegenomen. Daar moest ik ook een gevangene bevrijden uit de gevangenis. Ook een hele gave gadget cache. Maar dit is ook alweer een hele mooie. En ik ben ongelooflijk benieuwd. Ik denk dat ik weet wat de bedoeling is. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat hier aan de binnenkant zit. Dus we gaan eens even openmaken. En even kijken wat hier te vinden is. Zo vet. Kijk dan. Wow. Daar zit de gevangene. Help. Op dat blaadje staat: zorg dat ik mijn vrijheid terugkrijg. En in die hierboven zit een, neem ik aan dat hier de cache zo meteen in zit. En daar is die gevangene. Wat grappig. Kijk dan, joh. Daar zit hij, die arme jongen. Met zijn baardje. En zijn gevangenispak aan. Geweldig. Geweldig. Eens even kijken wat daar nog allemaal. Daar staat zijn kastje met zijn spulletjes. Zo. Hij houdt ook van geocaching, zie je dat? I love geocaching. Ah, we gaan je bevrijden, hoor. We gaan je bevrijden. Nou, en ik zit overal zo'n beetje te kijken. Onderop zit niks, aan de zijkant zit niks, aan de andere kant van de deur niet. Bovenop niet. Dit kastje, waar neem ik aan die cache in zit, die zit echt dicht. En als je naar die boef kijkt, dan zegt hij: ik vind het niet leuk om hier te zijn. Nou, ik vind het wel heel leuk om hier te zijn. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat ik nou precies moet doen. Ik zie hieronder een knop zitten waar ik op kan drukken. Maar dat doet zo te zien ook niks. Dus ik moet even gaan zoeken. Nee, dat doet echt niks. Je zou denken, druk op het knopje. Ik zie daar namelijk boven die boef, zie je dat, zie ik ook een lamp branden, een rode lamp. Of een rode lamp zitten, dat zal er vast ook iets mee te maken hebben. Maar hij gaat gewoon niet open. Misschien de dingen opzij. Hey. Die beweegt een beetje. Die zit vast. Die beweegt ook een beetje, deze ook. Zou het iets met die tralies zijn? Ja, het kan bijna niet anders. Hè? Het kan bijna niet anders dan dat het met iets van die tralies moet zijn. Oh. Nee. Oh. Ik weet hoe ik het alarm moet laten afgaan. Dat is wel heel gaaf. Ik hoop dat niemand het hoort, maar dat is wel heel gaaf. Zeg, moet je kijken. Let op die lamp boven die gevangenen. Dat is toch echt super vet gemaakt, hè? Dat is echt super vet gemaakt. Want het verhaal is dus gewoon: je probeert die gevangenen te bevrijden. Op het moment dat je dat probeert, gaat het alarm af. Nou ben ik alleen heel benieuwd, als het alarm afgaat, of die
schuif van die kerst dan ook open gaat. Alarm! Nou, dat werkt dus overduidelijk niet. Maar ik denk dat ik met twee handjes nodig heb. Dus ik heb jullie even neergezet. Ik ga die boef proberen te bevrijden. Het alarm gaat af. En dan maak ik die schuif open. Ja. 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 Hij is open. Hij is open. Yes. Nice. Logboek. En verder leeg. Maar hier hebben we alles wat we nodig hebben. Nice. Yes. Heerlijk. We hebben hem te pakken. Oh, ik ben echt super blij dat ik hier naartoe ben gegaan. Dat ik hem gevonden heb. Dat ik hem open heb kunnen krijgen. Dat ik de logboek heb kunnen loggen. En vooral ook dat ik jullie heb meegenomen. Want dit is toch wel weer een toppertje. Super gaaf gemaakt. Leuk verhaal. Je moet hem helpen ontsnappen. Dat lukt dan niet helemaal. Maar tijdens de ontsnapping, als je het probeert, gaat er gewoon een alarm af. Ja, geweldig. Dit zijn super leuke ervaringen. Ik heb er een paar woodies in gestopt. Ik laat wat travelbugs achter. Want die liggen hier volgens mij wel veilig. En ik stop het logboekje terug. Want ik heb genoten. En nou denk ik om hem dicht te maken. Ja, dat ik het alarm er even moet laten afgaan. There we go. Hoppakee. En hij is dicht. En hij is dicht en hij zit weer vast voor de volgende. Zo, nou wat mij betreft, missie dik vet geslaagd. Heel erg gaaf. Heel erg tof gedaan. En hem laten we dan toch maar even achter. Helaas voor hem. Maar ja, het is wat het is en de volgende die moet er ook nog plezier aan beleven. Hè? Super gaaf. Nice. Super tof dat jullie erbij waren. Heel erg gaaf. Dit zijn natuurlijk de toppertjes. Hè? Dit zijn natuurlijk de toppertjes. Ik maak dus meer video's op YouTube, op Facebook livestream. Ga dus ook naar mijn Facebookpagina GCHirurgie Geovlogs. En wil je nog meer leuke video's kijken, kijk dan eens hier. Aan de zijkant, want er is nog veel meer leuks. Bedankt voor het kijken en tot heel erg snel weer. Top beleving weer.